Het nummer asterisk Europapa asterisk van Joost Klein heeft in de week na het Eurovisie Songfestival een indrukwekkende opmars gemaakt en werd door heel Europa omarmd. Hoewel de Nederlandse inzending werd gedisqualificeerd, heeft het liedje in slechts een week tijd ongeveer 25 miljoen streams op Spotify verzameld en is het deze week binnengekomen in verschillende officiële Europese hitlijsten. Het opmerkelijke is dat Klein in veel landen beter presteert dan het winnende nummer asterisk de code asterisk van Nemo. In Nederland en Vlaanderen staat asterisk Europapa asterisk sinds deze week weer op de eerste plaats. Ook in Litouwen prijkt het nummer bovenaan de hitlijsten. Daarnaast zijn er topnoteringen in de hitlijsten van Finland, nummer 2, Zweden, nummer 4 en IJsland, nummer 6. Het liedje maakt ook zijn entree in Noorwegen, Duitsland, Ierland, Groot-Brittannië, Griekenland en Wallonië. Sinds vorige week zaterdag behoort Kleins inzending tot de 50 meest gestreamde singles wereldwijd met op het hoogtepunt bijna 3,3 miljoen streams op één dag. Afgelopen vrijdag werd Asterisk Europapa Asterisk officieel de meest beluisterde songfestival van dit jaar toen het in aantallen het Italiaanse Asterisk La Noia Asterisk van Angelina Mango voorbij ging. Inmiddels heeft Asterisk Europapa Asterisk meer dan 70 miljoen streams bereikt. Het is zeldzaam dat een Nederlandstalig liedje zo'n succes kent in Europa. Hoewel Asterisk de Diepte Asterisk van S10 na het Songfestival ook enkele hitlijsten bereikte, heeft het niet dezelfde populariteit gekend als Asterisk Europapa Asterisk. De meest succesvolle Nederlandse inzending tot nu toe blijft Asterisk Arcade Asterisk van Duncan Laurens. Dit nummer werd tussen 2019 en 2021 wereldwijd een hit en is op Spotify inmiddels meer dan 1,1 miljard keer beluisterd, waarmee het het populairste Songfestivalliedje op de Zweedse streamingdienst is. Asterisk Europapa Asterisk markeert een opmerkelijke prestatie voor de Nederlandse muziekindustrie en Joost Klein zelf, door een ongekende populariteit te bereiken in zowel binnen- als buitenland. Met zijn huidige succes heeft Klein niet alleen een muzikale mijlpaal bereikt, maar ook een significante bijdrage geleverd aan de zichtbaarheid van Nederlandstalige muziek in het internationale landschap.